Dames en heren, welkom bij Dragon TV. 18 september, een zondag. Stralend weer, wie had het verwacht? Vandaag Dragon tegen Beerschot. Het gaat spannend worden, het gaat zeer spannend worden. Komt dat zien, komt dat zien! Kijk eens wie hier zijn, jawel, jawel. Hij is niet geschoren, maar wel klaar. En dit is Linda, altijd klaar voor de ballenjongens, de ballenboys en voor de terreinafgevaardigden. Ze regelt alles hier. Wat gaat het vandaag worden? 3-0. Voor wie? Voor Dragon natuurlijk. Natuurlijk. Ik zie er zelfs wat meer. Ik denk dat het eerder richting 5 gaat. Oelala. Maar Beerschot mag er ook in maken. Wat een optimist. 5-1 voorop. Nou, we gaan eens verder vragen. Ach, kijk eens wie hier is. Kijk eens wie hier is. Sinterklaas. Oh nee, nee, nee. Nee. Het is Willem. Vertel. De grootste fan van Heer 1. Echt. Willem, wat gaat er worden vandaag? Mooie overwinning, denk ik. Een mooie overwinning, maar een uitslag. Met mooi hockey, een nulletje of 3-4. Wat een optimisme. Zeker. Oelalalala. Oh, 5-0 hebben we gehoord. 3-1 hebben we gehoord. 5-1 hebben we gehoord. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Kom, volg mij. Volg mij. We gaan eens even kijken. Want hier zit Mr. Dragon. Mr. Dragon, oftewel Michel Lotens. Goedemiddag. Michel, ja? Wat gaat het worden? We gaan winnen. We gaan winnen. Uiteraard, ja. Hoeveel? Wij gaan 3-1 winnen vandaag. 3-1, 5-1, 5-0, toch veel gehoord. Raf, wat gaat het worden? Het wordt zeker 4-1, minstens. 4-1, dames en heren, we gaan verder. Mannen, toffe match, hè? Zullen ze mij de senioren gaan vragen? Want die hebben er echt verstand van, hè? Volg mij, volg mij. Dit is Dragon TV, dames en heren. U bent live in de uitzending, jawel. En we willen van u weten, wat wordt de uitslag? De meisje. Ja. Hoe zeg je het? 3-0. 3-1. Mama, wat een optimisme hier bij de Dragon. Kom, we gaan verder. Ach, kijk eens wie hier is. Een oude bekende. Hoeveel gaat het worden? Och man. We kunnen niet op twee handen tellen. Het zal zo veel cijfers zijn, dus volgens mij 10-0. Oh la 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 la, het optimisme gaat maar door. Als het maar niet gaat tegenvallen, want Beerschot blijft een gevaarlijke ploeg. Kom, we gaan verder. We gaan eens wat jongelui proberen te vinden. Zijn die jongelui? Ik zie wel wat mensen. Hallo, hallo. Volg mij. Ah, daar is de coach. De coach. Dag, coach. Welkom bij Dragon. Welkom. Bent u klaar voor de wedstrijd? Altijd. Altijd. En nou, bekende van ons. Wat gaat het worden? De uitslag. Ja. Er zal een goede winnaar zijn. Er zal een goede winnaar zijn. Een diplomaat is altijd. Good luck, man. Zie je. Nou, dat was de coach van Beerschot, dames en heren. Een oude bekende van ons. Kom, we gaan eens even verder. Volg mij. Oelala. En wie hebben we hier? Wie hebben we hier? Maar ja, och. Meneer Van Obel. Ik, himself. Ik zin voor de Dragons. Dragons. Ja. Altijd Dragon boven. Wie gaat er winnen, Ivan? Vertel. Beerschot gaat volgens mij de eerste helft zeer goed spelen. Maar Dragons gaan weer winnen. Voilà. En de uitslag wordt? 4-1. Al wat realistischer. Mogen niet klagen. En we gaan eens even kijken wat hier de kindjes te vertellen hebben. Want die zijn er ook. Dag lieve kinderen. Dit is Mamalou. Oh nee, ik ben de interviewer van Dragon. Je bent live in de uitzending. Ga je iets vertellen voor ons? Mondje leeg eten, kom op. Vertel, wat gaan we doen? Winnen. Ja, hoeveel? 10-0. 10-0. Ah, voilà. Dames en heren, hier is Hooggezelschap. Hooggezelschap. De technisch directeur van de Hockeybond en de oud-voorzitter van Dragon bij elkaar. Het hoogste gezelschap wat je kunt bedenken. Deze mannen hebben er wel verstand van. En nu krijgen we een uitslag te horen die reëel is. 4-1 voor Dragon. 4-1 voor Dragon. Dit is de technisch directeur, dames en heren. De meest verstandige mens van de Hockeybond. Die alles weet van hockey. Die zegt 4-1. Dat moet toch wel gaan lukken dan? Ik dacht dat het de Muppet Club was. De Muppet Club? Nee. En oud-voorzitter, wat gaat het worden, Thierry? Wie ben ik om de man tegen te spreken? Nou, dat heb ik nog nooit niet gedaan. 4-1 dus. Dus 4-1 ook, hè? De bond nog nooit tegengesproken, nou, dat is een mooie uitspraak. Ik zou nooit ook kijken of de Nederlandse gaan spelen met mijn zoon. Dan maak ik een nieuwe kop. Ah, daar is hij.
Matteo Italiano, e la Casanova, de mooiste man van Dragons. Hallo. Niet zo verlegen, jongen. Vertel eens even, wat gaat het vandaag worden? Het gaat vandaag een massacre worden. Hè. De beren gaan opgegeten worden door de draken. Hè. Ik bedoel, that's the way it's gonna be. En ze zullen het ook zien hè, nu. Ik heb ook een sneaker speciaal voor de Pino. Dus dat wil zeggen, veel streepjes. Energie. Slipjes, ja. Maar hij heeft een platte stick, heb ik gehoord, waar hij hem niet mee omhoog kan krijgen. Hij kan hem niet meer omhoog krijgen. Ik kan hem tegenwoordig niet meer omhoog krijgen, ja. Zo. Zo. Ik kan hem op oefenen, hè. Ja, maar dan gaan we laag doen, hè. Dan gaan we hem laag leggen. En heb jij gewonnen? Ik heb verloren. Oei, hij heeft verloren met de reserve. Ik mocht eigenlijk zelfs niet spelen. Oh, la la. Oh. We stoppen even. C'est le frère de le président. Le président est à Ibiza. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous pensez? Wel, mijn broer zit in Ibiza, dus je moet... pardon, c'est en français aujourd'hui. En français, d'accord. C'est TV, c'est français. Dragon TV, ah oui. Qu'est-ce que je pense? Ben, je pense que mon frère n'a pas le droit de s'absenter pour des matchs de la première. Mais bon... C'est vrai. Mais enfin, bon, il a droit à quelques vacances aussi. Donc... C'est quand est-ce que ça sent? Je viens d'aller chercher toutes les balles parce que vous mettez des protections, le minimum 7. 14 balles en haut. Chez nous, le minimum 7, ils sont au goal, hein, pas en haut. Wel, dames en heren, het is rust. 1-0. 1-0 voor Dragon. Veel balverlies, veel kansen, maar niet de doelpunten die iedereen verwachtte. 5-0, 6-0, 10-0 hebben we zelfs gehoord. Dan moet er nog veel gebeuren. Het is een spannende wedstrijd. Niveau, moi. Het kan beter. Het zal beter gaan in de tweede helft. Dames en heren, de tweede helft gaat zo beginnen. En we vragen even aan Jo zijn commentaar op de eerste helft. Een typische eerste wedstrijd van het seizoen. Zenuwachtig, een beetje rommelig en nog geen lijnen erin. Maar ze zitten genoeg druk en ik denk dat ze in de tweede helft dat ze er bovenuit komen. Dus dan gaan we nu eens vragen aan de collega supporters wat ze ervan vinden, dames en heren. Heren, goedemiddag. Dit is Dragon TV. Mogen we u even storen? Nee. Stop. Je sais parler. Malle, kom aan. Wat vond u van de eerste helft? Frank, Patrick. Ik heb genoeg. Patrick heeft genoeg. Oké. Okay. Iemand commentaar van de heren? Nobody? Goeie wedstrijd. En dat er maar een mooie wedstrijd mag blijven. Dank u. Ja, goed hoor. En wat vind je van Losada? Ik heb nog niet gewoon zin, dus ik kan er niet over. Oh, het is toch weer?
klein. We zien het bord. 3-0. 3-0? 3-0. Voor? Voor wie? Voor wie? Ja, voor wie? Maar wie speelt het? Voor wie? Dames en heren, de wedstrijd is afgelopen. En kijk eens even naar het scorebord. Wat staat erop? Jawel, dames en heren. 7-0. Dragon wint met 7-0. Waren de voorspellingen dan misschien niet te optimistisch? Het was een moeilijke wedstrijd. In de tweede helft hebben we Beerschot volledig weggespeeld. Schitterende 7-0. Een strook gestopt. Een 0 voor Manu Leroy. Heerlijke wedstrijd, dames en heren. En we gaan zo mensen interviewen. Te beginnen met papa Nice. Alweer. En blij met deze uitslag? Ja, ja, absoluut. Absoluut. Lijkt het toch, hè? Florent van Obel, waar is hem? Ah, daar is hij. Kom, volg mij, cameraman. Wie is de topscorer van vandaag, dames en heren? Jawel, Florent van Obel. Lijkt me toch wel, of niet? Hoeveel doelpunten heb je gemaakt? 2. Oei, 2 maar? Supergoeie match gespeeld, jongen. Dankjewel, Hans. Ben je blij? Ja, heel blij. Blij. 7-0 is een mooie uitslag. Ja, het is een heel mooie uitslag. Racing Leuven hebben gelijk gespeeld, hebben we inmiddels gehoord. Ja, ja, gelijkspel. We zijn perfect aan de toppen. We zijn weer top goed aan de toppen, man. Doorgaan, jongen. En wie gaan we nu interviewen? Eens even zien. Ah, de man van de strook. De man van de strook. Manu Leroy. Ja. Manu, je bent live, jongen. Alsjeblieft. Live voor Dragon TV. Ja, super. Blij met je nul? Ja, altijd. Keeper, dat is het mooiste dat er is in nul houden. Hè. En dik verdiend, man. Absoluut, ja, ik denk het wel. De goede wedstrijd gespeeld, zeker de tweede helft. De eerste helft was wat minder, maar ik denk dat we nu 13 goals voor hebben, 1 tegen. Dus dat is niet slecht, hè. Supergoed. En met name in de eerste helft heeft Manu toch weer zijn mannetje gestaan, hè? Op het juiste moment, hè? Ja, het zijn niet veel ballen ik heb, maar dat is altijd bij Dragon. We moeten een paar ballen die er zijn, moeten pakken, hè. Dus absoluut. Gefeliciteerd, maat. Yo. En dan gaan we nu naar... Ja, Steven Butler. In het Nederlands. In het Nederlands. We gaan het in het Nederlands doen, Steven. Ja, goed. Gefeliciteerd met de mooie uitslag. Ja, ja, dankjewel. Ja. Hoeveel doelpunten heb je gemaakt? 1. 1 doelpunt gemaakt en een goeie, hè? Ja. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Content? Ja, ja, heel content. Ja. zeg dag mama, dag papa. Dit is televisie. Congrats, man. En nou de jeugd even hier. Arthur van Doren, maar nu Stokbroeks. Hier, zie dat eens. Het bloed aan de paal, zoals dat heet, dames en heren. Mannen hebben het goed gedaan. Zijn jullie tevreden, jongens? Oh, super tevreden. 7-0. Mooie dag, veel publiek. Kan niet beter, hè? Heel tevreden. Ook heel veel sausje van het uur. We hebben dat goed gedaan. Maar nu heeft goed gespeeld vandaag, hè? Niet dat dat verbazingwekkend is, hè? Want het is gewoon een goede man, hè? Goede speler, hè? U bent op televisie. Allee. Meneer, u bent op televisie. Mogen we even een interview met u, alstublieft? Ja, meneer, u bent op televisie. Dit is televisie. Zeg eens even iets tegen Dragon. Gefeliciteerd, Dragon. Wat zeg je? Dragon champion, man. Champion. Meneer Pile, senior. Meneer Bosla. Ja, ja. Wat vindt u van de match? Goede tweede helft, moeizame eerste helft, maar dat heeft iedereen gezien natuurlijk. Ik denk overhaast gehockeyd, te snel gepaast en tweede helft ging het allemaal veel beter. Hoog tempo. Hoog tempo, mooie doelpunten. Het publiek is heel tevreden, denk ik. Ik ook.